Frits Philips is geopend in 1992. Het heeft een prachtige akoestiek. We bestaan dus nu ongeveer 19 jaar en er komen ruim 160.000 bezoekers per jaar. We hebben een heel brede diversiteit van muzici. De wereldtop, Lang Lang, een hele goede pianist, de Petersburg Philharmonisch Orkest, maar ook Sonny Rollins, Maritza en ook de pop, Kane, Elvis Costello, allemaal komen zij hier in onze regio. Toen het gebouw gebouwd werd, 20 jaar geleden, lag de focus vooral op de concertzalen. Die concertzalen zijn prachtig, die hebben een akoestiek die is ongeëvenaard. Maar de randen daaromheen, ja, dat was eigenlijk, ik moet bijna zeggen, een soort non-gebouw. We waren helemaal verborgen. De gevel leek helemaal niet op een gevel van een mooi muziekgebouw en konden helemaal de band met het publiek niet opbouwen. En beneden waren we eigenlijk een grote garderobe en wij verkopen geen jassen, maar concerten. Dus hebben we een mooie ontmoetingsplaats beneden gemaakt. En het hele gebouw is eigenlijk helemaal innovatief ontwikkeld op het gebied van licht, technologie en design. Wij zijn deze verbouwing gestart met het idee dat alle publieksgroepen zich hier thuis moesten gaan voelen. Van de klassieke muziekliefhebber tot de popfestivalbezoeker. Er zijn best veel kenmerkende punten die refereren aan licht, technologie en design. Dat is al als je buiten komt en de prachtige grote emmen ziet die eigenlijk de mensen naar binnen verleiden. Als je binnenkomt dan hebben we hele prachtige plafonds. Ik neig erna om nou zelf naar te kijken. En we kunnen met die plafonds alle belevingen creëren. Of het nou een popconcert is of een klassiek concert, dan kunnen we helemaal met presets vooraf bepalen welke sfeer wij willen hebben. In onze luisterstoelen kun je heel intiem je eigen mini-concertzaaltje beleven. Je gaat in zo'n stoel zitten en je kiest uit een muziekmenu. Kies je eigen muzikale beleving van dat moment. Echt een fijn klein moment voor jezelf. De luisterstoelen kun je alles intoetsen. Welke muziek is er morgen en overmorgen? En welke muziek van Bach is er of van Mozart of van Sonny Rollins? Aan de andere kant hebben we hier ook meubels die juist heel erg over ontmoeten gaan. We hebben een hele lange bank. Dat lijkt of dat gebombeerde, moet ik van de ontwerpers, knoopjes in zitten, maar dat zijn eigenlijk ledlampjes. Die gaan branden op het moment dat de mensen de plaats opnemen. Er gaat een soort van vonkeling ontstaat om onze bezoekers heen. Ineens staan zij in het licht met elkaar. Ook aan de achterkant van ons gebouw hebben we van alles aangepast om die kleedkamers, maar ook onze artiestenfoyer zo prettig mogelijk te maken, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op dat concertmoment. Het is vaak heel moeilijk een gebouw een goede akoestiek te laten krijgen, omdat de architect vaak wind van de akoesticus. En hier is er prachtig samengewerkt. En dat betekent ook als er elders in de wereld een zaal gebouwd wordt, vliegt men meestal vooraf
hier in onze regio in om te kijken hoe dat wonder eigenlijk tot stand is gekomen. Als je zo'n verbouwing wil realiseren, zo'n echte redesign noemden wij dat, dan is er best heel veel geld nodig. En dat lukt je niet als overheden niet de noodzaak van een dergelijke ingreep gaan zien. We'll be right back.